Hoi, hoi, hoi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal op de zaterdag. Ik heb vandaag een beetje een negatieve video voor je. Ik ben normaal heel positief en ik ben ook heel graag enthousiast over make-up en over beautyproducten. En vooral als ik een budgettopper heb gevonden, dan maakt me dat gewoon ontzettend blij. Dan denk ik echt van yes, ik heb er iets gevonden wat en goedkoop is en heel goed werkt. Maar helaas geldt dat niet voor alle producten. En niet alleen voor de goedkope producten, maar ook voor de duurdere producten. Als ik het zo zie, heb ik er nou niks heel duurs bij zitten. Maar ook als je een goedkoop product koopt, verwacht je dat het doet wat het belooft. En dat is helaas niet altijd het geval. Dus vandaag even lekker een zeurvideo. Voel je alsjeblieft niet beledigd als jij denkt van, oh, maar dat product vind ik wel heel fijn. Dat kan, we hebben andere voorkeuren, andere huidtypes, andere... Ja, weet ik veel wat. Maar voel je alsjeblieft niet bezwaard. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Ik begin met een product wat eigenlijk meteen wel een hele grote teleurstelling is. Dit is de NYX HD Studio Photogenic Finishing Powder. Deze is dus van NYX en ik ben eigenlijk altijd heel erg tevreden over de producten van NYX. Maar over deze niet. En hoe komt dat nou? Omdat die vlekken achterlaat. Het is dus een poeder die je dus zou kunnen gebruiken om te baken. Daar wil ik hem dan ook voor gebruiken. Maar als ik hem gebruik om te baken, dan gaat die vlekken achterlaten. Dan zie ik witte vlekken bij mijn neus, bij mijn ogen, hier zo bij mijn kaaklijn, zeg maar. En wat je er ook overheen aanbrengt, het wordt één grote vlekkerige rommel. Je kan het niet meer uitblenden en... Ik vind deze daarom niet fijn. En je kan hem wel gewoon als losse poeder gebruiken. Maar dan koop ik liever gewoon een vaste poeder. Die je dan ja, gewoon met een kwast in kan en over je gezicht kan zuwen. En deze ja, gebruik ik daar gewoon niet voor. En ik heb hem wel gewoon gebruikt. En hij is te gebruiken, maar je moet er gewoon heel veel moeite voor doen. Je moet heel veel wegblenden en met nat weer gaan werken. En met je foundation kwast weer om die vlekken weg te werken. Hij is best werkbaar, maar ik grijp er gewoon daarom niet zo snel naar. Dan hebben we nog een basisproduct van de HEMA. Deze zag ik en ik dacht, yes, die neem ik mee. En ik hoop dat hij het goed doet. Dit is de Full Coverage Foundation Flawless Finish. En dat is dus zo'n waar ook altijd vieze haren en zo in blijven hangen. Dat is niet alleen bij mij, dat is bij heel veel mensen zo. Dit is zo'n crème foundation en er zit lekker een handig sponsje bij en een spiegeltje. Maar ten eerste is hij niet full coverage. Waar heb ik toch maar mijn woorden vandaag? Ten eerste is hij niet full coverage. Dat is al een heel groot nadeel, want als er full coverage op staat... moet die full coverage zijn. Of in ieder geval in de buurt komen van full coverage. En dat stond op het bordje, zeg maar, waar de beschrijving van het product bij de HEMA stond. Dat die extreem lang moest houden en vooral geschikt was voor een vette huid. Nou, ik heb een vette huid en hij houdt niet lang. 2 uur en hij gaat creasen en caken en ophopen en... gewoon niet meer doen wat hij zou moeten doen. En het moet een primer, foundation en poeder in één zijn. Nou, om de dode dood niet. Want als ik deze niet afpoeder, ga ik na 1 uur glimmen. Als ik wel afpoeder, ga ik na 2 uur glimmen. En ik heb dit product echt een goede kans gegeven. Overigens hetzelfde als deze. Alle producten die ik hier laat zien, heb ik een goede kans gegeven. Verschillende primers gebruikt of op verschillende manieren gebruikt. En echt geprobeerd fijn te vinden. Maar nee, helaas. Ik weet ook niet wat ik er... mee gaan doen. Want dit werkt voor mij niet en voor mijn vriendinnen. Die hebben ongeveer wel dezelfde huidtype. Hetzelfde huidtype werkt dat dan ook niet zo goed. Helaas. Tussendoor even een skincare product. De vitamine C Skin Boost van de Body Shop. Ik ben verzot op de skincare van de Body Shop. Als je mij volgt, dan weet je dat ik daar gewoon heel erg van hou. En hier staat het voor dull skin, dus voor een beetje doffe huid is. Maar er zit alleen siliconen in. Echt, de eerste 4 ingrediënten zijn 4 verschillende soorten siliconen. Dus het kan niks... Ja, het kan wel voor je dull skin iets doen. Maar dan op een manier dat het gewoon heel erg glanzend gaat zijn door de siliconen. Ik krijg hier puistjes van bij het leven. Kan misschien ook een beetje aan mijn huidstype liggen. Maar hij doet gewoon niks. En dat komt door de siliconen die erin zitten. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Want natuurlijk had ik dat kunnen zien toen ik hem kocht. Ja, maar ik denk, oh, er zit vitamine C in. En er zit er ook in. Maar halverwege de ingrediëntenlijst. En met zoveel siliconen daarboven... doet dat niks? Nee, dat doet niks. Als jij een hele laag siliconen op hebt, is weer daar vitamine C over. Daar merkt niemand iets van, want dat trekt niet in door die siliconen. Dus deze is het niet, helaas. Ik vind dit zo'n lekkere zeikvideo. En normaal hou ik helemaal niet van zeikvideo's. Ook niet van mensen die dan vertellen over hun leven en allemaal ellende en zo. Ja, ik ben gewoon daar niet zo fan van. Het kan zijn dat jij dat leuk vindt, maar ik... ik hou liever van positieve invloed, zeg maar. Ja,
hebben we hier een eyeshadow paletje van de Ethos. Ik had deze gekocht omdat ik graag een volledige look wilde maken met Ethos make-up. Want Ethos make-up vind ik over het algemeen heel erg goed. Maar deze is het niet. Het pigment is niet al te goed. Hij gaat heel erg voor fallout zorgen. En binnen een uur is hij van je oogleden of van je ogen gewoon verdwenen. En welke basis je er ook onder gebruikt, maakt niet uit. Helemaal geen verschil. Het creased als een gek. En mijn telefoon. Oh, zet die dan ook gewoon uit? Ja, te laat. Niet aan gedacht. En ook zo'n sponsapplicator. Dan denk ik, dat is ook al jaren nul. Ik bedoel, dat weet ieder merk. Maar ik ben er gewoon geen fan van. Kijk, zo lijkt het pigment wel wat. Maar ze zijn gewoon heel erg wat de Amerikaanse joepers. Wat de Amerikaanse YouTubers zouden zeggen, muddy. Gewoon heel erg dat het gaat ophopen en gewoon lelijk gaat worden. En dat al binnen een uur. En dat is heel erg zonde. Ik wil hem nog wel in die video gaan gebruiken om nog een keer te vertellen dat ik hem niet fijn vind. Dan een product van Essence. Essence, zei ik al, doet het de laatste tijd steeds beter. Maar de Brow Maker Semi-Permanent doet het niet voor mij. Er komt bijna niks van af. Dat is misschien ook wel de bedoeling van zo'n product. Maar op die manier kan ik mijn wenkbrauwen gewoon niet mooi inkleuren. En je hebt gewoon heel erg het gevoel alsof je een markeerstift in je hand hebt. En dat is denk ik ook de bedoeling. Maar ik vind hem gewoon niet zo fijn. En dat had ik al de eerste keer toen ik hem uitging testen. Al meteen zoiets van, ik weet niet of dit product het nou is voor mij. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. Echt qua letterlijk doen dan bedoel ik dat er echt product uitkomt. De ene keer krijg ik er gewoon niks uit. En ik kan mijn wenkbrauwen hier gewoon niet zo mooi mee inkleuren. Ik kan geen strak lijntje zetten en ook niet inkleuren. Dus dit is gewoon niet mijn product. Ik kan me voorstellen dat anderen het misschien wel fijn vinden, maar vrouwtje niet. Nee, helaas. Dit product is ook weer gebaseerd op persoonlijke voorkeur, maar ook wel de onduidelijkheid. Het is de Bio Aqua True Isolation Day Protection Make-up Base. Deze kocht ik op AliExpress en ik wil hem wel gewoon proberen. En er staan alleen maar Chinese tekens op, dus ik heb geen idee wat erin zit. En dit moest dus een dagcreme en een primer zijn. Als dagcreme is hij prima, maar als primer niet. En dat belooft hij wel, want ik vond hem onder primers. Dus hij moet een primer zijn. En dat stond voor ieder skin type. Voor iedere huidtype. En dan denk ik van, nee, dit is niet voor iedere huidtype. Dit is voor een droge huid. Is dit misschien heel fijn, maar niet voor een vette huid. En dan denk ik van, maak er dan geen reclame mee. Zeg dan gewoon voor een droge huid. En niet voor ieder huidtype. Dus dit is meer gebaseerd, deze dislike, op de belofte die gedaan wordt. En dat is eigenlijk best wel veel van deze producten. Dat er een... Zo, wanneer hij. Dat er een belofte gedaan wordt en dat dat gewoon niet uitpakt. En dat, daarom is dit meer een dislike dan dat het product niet goed is. Want voor de droge huid zou het wel goed kunnen zijn. Hebben we een lip lekker van Makeup Revolution. Deze heb ik 2 gekocht, want ik wilde er... Hou op! Sst! Ik wilde er graag een video van maken. Maar... Eigenlijk is daar nooit meer van gekomen. En dat komt omdat ik ze ook gewoon niet fijn vind. En ik ben zo iemand die graag positieve reviews, behalve deze video nu, positieve reviews wil maken. En die graag positief dingen wil vertellen en laten zien. En deze die is heel korrelig op je lippen. Hij wordt heel snel droog. Je lippen krijgen ook een heel droog, vervelend gevoel. En dat is niet fijn. En dan heb ik al snel zoiets van, nou nee, laat maar. En ook binnen 2 uurtjes is hij van je lippen verdwenen. En hij gaat ook heel erg bloeden. Dat wil dus zeggen dat hij buiten de lijntjes van je lippen gaat treden. En dat is gewoon niet zo fijn. Dat vind ik niet prettig. Maar het kleurtje is wel heel erg leuk hoor. Het is een beetje een fuchsia kleurtje. En hij heeft ook wel een hele mooie glans. Hij moet velvet opdrogen, ja. Hij droogt niet op. Hij gaat overal naartoe. En wat er wel opdroogt zijn velletjes. Dus... Sst. Ik heb geen overwicht op dat ding. Ik zeg nou een paar keer sst. En hij is niet stil. Maar hij ligt te ver weg. Dus deze vind ik niet fijn. Nog 2 producten. 1 product van NYX. De Butter Lipstick. De zusjes hiervan vond ik wel heel fijn. Die heb ik zelfs in mijn challenge gedaan om op te maken voor dit jaar. Maar dit is een kleur waarvan ik denk, dit kan toch nooit iemand mooi staan. Het is een hele lichtroze. Ik moet proberen niet in het zonlicht te houden. Een hele lichtroze kleur. En dan denk ik, dit maakt toch iedereen lijk bleek. Ik bedoel, dit is gewoon niet iets wat bij mijn huidstype past. Maar ik denk bij geen enkel huidstype.
En dan vraag ik me af van waarom maken ze deze kleuren nog? Het is trouwens de kleur Seashell. En ik had hem in de NYX Adventskalender gekregen die ik heel leuk vond. Die heb ik ook in box trouwens. Dus mocht je die video willen zien, ga dan even kijken. Maar dan denk ik, deze kleur staat niemand mooi. Kan ik me niet voorstellen dat iemand dit mooi staat. Mocht jij deze hebben en denken van, oh, die staat mij wel mooi, maak dan even een foto. Want dan ben ik gewoon heel benieuwd naar hoe dat er dan uitziet. Maar dit is hem helaas niet. Iets waar ik al vaker over heb gesproken en wat ik de eerste keer dat ik het gebruikte al niet fijn vond, is de make-up Balea Erfrischungs- und Make-up Fixerend Spray. Dit moet make-up fixerend werken. Maar wanneer ik dit opspray, dan gaat alles keken. Echt, het smelt gewoon van mijn huid af. En er staan geen ingrediënten op, die stonden op de doos. Maar die doos heb ik dus niet meer, want ook deze zat in de Balea Adventskalender. En alles smelt van mijn gezicht af. En ook deze heb ik geprobeerd te gebruiken met verschillende foundations, verschillende primers, verschillende poeders. Maar niks werkt. Ik heb gewoon heel erg het idee dat het allemaal gewoon niet werkt of zo. Ik weet het niet. Maar dus deze die gaat ook gewoon linea recta richting prullenbak. Want het werkt gewoon niet. En dan denk ik van, als het van mijn make-up gewoon helemaal smelt, dan doet dat toch voor iedereen. En het zou ook als verfrissingsspray moeten worden gebruikt, maar dat gebruik ik nooit. Want dan smelt halverwege de dag de make-up van mijn gezicht af. Dus dat wil ik niet. Dus deze vind ik niet fijn. Uiteraard, anders zat hij niet in deze video. Zo, een lekkere zeikvideo even. Maar ik moet zeggen dat dat toch ook best wel lekker is, toch? Af en toe gewoon even lekker zeiken en lekker zeuren. En zeggen dat producten niet fijn zijn. Want ik vind dat het ook benoemd mag worden als producten niet fijn zijn. Meestal worden YouTube-kanaals gebruikt om producten te promoten. Maar deze producten die ik hier liet zien zijn gewoon niet mijn ding. Ik wil niet zeggen dat ze niet fijn zijn, maar gewoon niet mijn ding. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet, vanaf maandag is mijn Ode aan de Action Week. Vergeet die ook vooral niet te kijken. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik wil je bedanken voor het kijken. En graag tot maandag dan. Doei!